Danielle Sumter, die gisteren is toegelaten in het parlement, is zich ervan bewust dat het in het hoogste college van staat niet altijd gaat om de kennis die een politicus draagt, maar ook om het politieke spel dat wordt gespeeld. De parlementariër laat zich echter niet uit het veld slaan en zegt dat haar zakelijkheid ervoor zal zorgen dat ze door elke uitdaging heen zal komen. Ik zal u zeggen, ik heb erover nagedacht. Ik heb ook hier aangegeven dat ik niet weet hoe en wat ik zal zijn hier. Ik weet wel hoe ik was op het ministerie, aan het werk en als er stakeholders meetings waren en als er gesproken moest worden of wat dan ook. Dat weet ik dus wel. Ik weet dus wel nog niet hoe dat hier gaat zijn, maar ik denk dat het aan mij zal liggen om de ervaring op te doen, dat is één. Maar als ik de regels onder de knie heb, en als ik toch wel weet waar het om gaat, dan denk ik wel dat ik mijn mannetje kan staan, ja. Zakelijk erdoorheen. Dat is wel belangrijk voor mij, ja. Ik hou niet ervan om te veel heisa te maken, maar ik vind dat wanneer je iets aangeeft, dat het wel goed onderbouwd moet zijn. Maar behalve dat je dan ook wel, kijk, ik noem het de wetenschappelijke benadering. Weet dat wat je zegt, dat het eigenlijk wel vol integriteit. Het kan soms ook wel een beetje diplomatisch, een beetje grappig, maar het moet zijn effectiviteit niet missen en de punt die jij moet maken. NDP-fractieleider Amsad Abdul zegt zich bewust te zijn van de steekspelletjes in het parlement en zal Sumter daarom ook de nodige begeleiding geven. Hij benadrukt dat de nieuwe parlementariër haar mannetje wel kan staan. Natuurlijk zullen we haar de nodige begeleiding aanbieden waar ze het nodig heeft. En ik vind van, je hebt zowel terechte als onterechte kritiek. Het is gewoon dat je je werk naar eer en geweten moet doen. En natuurlijk, we zijn in een politiek huis en we kennen de realiteit ook. Dus ze moet voorbereid zijn op alles. Maar dat wat ik net aangaf, ze is een heel sterke vrouw en ik denk dat ze het best wel aan zal kunnen. Fractieleider van de NDP, Amsad Abdul, gisteren na de toelating van Danielle Sumter tot het parlement.